Jongens en meisjes, zijn de buikjes vol? Volgens mij wel. We gaan vooruit kijken naar de muziek. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even alle moeders en alle vaders van harte welkom heten. Want ja, dit is wel niet een ideale plek daarachter, maar ik beloof jullie, het wordt niet zo'n lange muziek. En jullie vervelen hier geen moment, dat verzeker ik je. Leuk dat we hier allemaal weer gezellig bij elkaar zitten. En we gaan beginnen met een lied. Dat we van de week, weet jullie nog? Van de week zo goed hebben geoefend. De ouders die een boekje hebben gekregen, die kunnen dat lied vinden achterin. Dus als jullie mee willen zingen, dan is dat niet verboden. Kerstman, 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 ker
zenuwachtige kinderen gezien. En zeker één zenuwachtige meester. Raar, raar, wie is dat? Ja. Wat goed is van jullie. Maar nou gaat het eindelijk gebeuren. Dus achter de coulissen is het een bedrijvigheid van je welste. En het koor, dat is ook in. Zijn jullie een beetje in vorm vanavond? Ja! Nou, dan moet het lukken. Wij gaan kijken vanavond naar de musical. En die heet Het meisje met de zwavelstokjes. En weet jij wat de zwavelstokjes zijn? Ja, dan hoef ik het allemaal niet uit te leggen. Gaan jullie maar lekker kijken. Ja, heel veel plezier. En we gaan starten met Het meisje met de zwavelstokjes. Thank you.
Voor de vrouw.
Thank you.
Laten zien dat we met veel mensen weer iets prachtigs op het podium kunnen zetten. Nou ga ik op het gevaar af mensen te vervelen, toch wat namen noemen. Meester Kok voor de regie. Yes. Esther. Met haar koor. Koor gaat staan. Ja, op dit applaus is speciaal voor jullie. Dan hebben we achter die prachtige gordijnen die nu zo mooi hangen, omdat meneer Van Beek die kabel zo mooi heeft opgehangen. En je ziet het af, het blijft hangen. Je zei nog, ik kom de eerste avond niet, maar je bent er wel. Achter het mooie gordijn zitten Stefan en Carlo, de mannen van licht en geluid. Kom maar even. Dan hebben we nog een heleboel kinderen zien dansen op het podium. Daar heeft juf
één grens voor gedorven. En natuurlijk al die kinderen die mogen best even gaan staan hoor. Ja, goed zo. Al die dansen. Oké. Verder hebben we Amper en Annelies er ook, want die hebben ervoor gezorgd dat alles er zo keurig aangekleed uitziet. Dan heeft Jur Joke nog voor de schmink gezorgd. Francis die heeft onze dansertjes gesminkt. En dat hebben ze ook niet helemaal alleen gedaan. Die hebben ook nog hulp gekregen van sommige mensen. En wie dat allemaal waren, weet ik niet. Dus Beekbrug allemaal. En dan wil ik die ouders nu wel eens horen zingen. Want wij hebben het er straks met de kinderen gezongen. Ja, joh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.